Hoe heb je het ervaren vandaag hier in
Ik niet meer wijken. Ik hou meer van zandbaden. Winnaar van de 85e zeegrote wielen hier in Den Dungen. Hij is tweede geworden na zijn van het Nederlands kampioenschap, maar wint vandaag de wedstrijd met een maximale score van 200 punten. 2 mijns overwinningen, Kai Kessenmakers. De beker van Davy, de bloemen van Lisa. En dan nog even de bekers en de boemelige Geeser en dame de applaus. Top 5 van de 85e zee grote wielen vandaag hier in Den Dungen. De 85e zee grote wielen. Wel, toen ik het tijdwaarnemersgebouw binnenliep, na de tweede mijns, lag Klein Gunnewik ongeveer aan een zuurstof, want die wist helemaal niet meer wat er gebeurde. Wat een ontknoping van de 85e zee grote wielen. Achter de rug van de Nederlandse kampioen 2016. Dan, ja, de man die terug is van weg geweest. Die terug geweest is van heel veel leed. Die niet meer zijn draaien krijgen op de machine. Maar hier vandaag wint hier zoveel punten scoort. Dat hij vieze Nederlands kampioen wordt. Start nummer 22, Kai Kessenmakers. Ja, en wil ik eventjes iedereen bedanken voor de geweldige dag die hij vandaag hier gehad heeft. En Kai, die mag als tweede op het podium gaan staan. De vieze Nederlands kampioen 2016. En dan, Nederlands kampioen 2016. 85e zeegrote wielen. 85e zeegrote wielen. Die nog een medaille meer hebben. En die onder aan het podium gaan staan. Jullie krijgen allemaal aan het podium. Eventjes hier onder mijn podium staan. En dan gaan we u vragen. Zo dadelijk een daverende ovatie voor Adam Konings. Voor Kai